Mijn naam is Peter Kerris, ik ben de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in Gelderland. Ik ben 33 jaar en je kunt stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen en dan kun je eigenlijk twee stemmen uitbrengen. Want je stemt en voor een mooiere provincie met meer betaalbare woningen en je brengt een stem uit voor de Eerste Kamer. Ik ben in de politiek gegaan omdat ik vind dat iedereen een eerlijke kans verdient. Daarom ben ik ook lid geworden van de Partij van de Arbeid. Wij zijn een partij die eerlijk delen belangrijk vindt, zekerheid voor iedereen. Zeker zijn dat je een eerlijke kans krijgt. Ik denk dat het belangrijkste wat de provincie doet is zorgen dat alles in de provincie zo eerlijk mogelijk verdeeld wordt. Het belangrijkste verschil tussen de provincie en bijvoorbeeld de Tweede Kamer is dat de Tweede Kamer fulltime is. Het verschil met de gemeente is niet zo heel groot, want zowel in de provincie als in de gemeente als in de Tweede Kamer zijn we bezig met het opstellen van regels en het controleren of degenen die regels uitvoeren dat ook goed doen. En een stem voor de Provinciale Staten geldt ook voor een stem in de Eerste Kamer. En dat zegt ook wat, want er zijn heel veel mensen die iets vinden van het kabinet Rutte 3 en daar willen we ook graag een stem aan geven. De provincie is een bestuurslaag, zoals dat heet, tussen de gemeente en de Rijksoverheid in. Dus eigenlijk alle dingen die te groot zijn voor gemeentes, die pakt de provincie op en alle dingen die te klein zijn voor het landelijke beleid, die pakt de provincie ook op. En een goed voorbeeld daarvan is samenwerking tussen gemeenten als het gaat om woningbouw. Als we het aan alle gemeenten individueel vragen, dan gaan alle gemeentes dure huizen bouwen, want die brengen het meeste geld op in de grondverkoop. Maar de provincie zorgt er juist voor dat alle huizen goed verdeeld worden. Daar kan de provincie echt iets aan doen door even dat laatste zetje te geven, zowel door mensen aan tafel te vragen, maar ook door geld eraan uit te besteden. En Gelderland is gelukkig een rijke provincie en dat geld hebben we. De afgelopen 4 jaar zijn we er erg trots op dat we op 150 plekken in de hele provincie leegstaande kantoorgebouwen of fabriekspanden of winkelpanden hebben omgebouwd tot woningen. En daar willen we ook de komende jaren mee doorgaan. Wij vinden dat iedereen zeker moet kunnen zijn van een vaste baan. Dus een baan waar je jezelf in kunt ontwikkelen, waarin je je veilig voelt en prettig voelt. Waar je niet bang bent dat je de volgende dag op straat staat. We willen dat er een goede aansluiting is tussen de opleidingen in Gelderland en de arbeidsmarkt in Gelderland. En we willen ervoor zorgen dat de mensen, als we het dadelijk gaan hebben over klimaat en verduurzaming en dergelijke, mensen die het niet breed hebben, mogen daar niet de dupe van worden.